Wat voor mij een eye-opener was met de relatie met geld, was een energetische blokkade die ik had. Een energetische blokkade, lieve mensen, is een, is een energie die vastzit in je lichaam. En vastzit in je emoties en die gaat af als die getriggerd wordt. En misschien herken je je wel in deze, want deze is echt fenomenaal. Als je deze weet om te turnen, lieve mensen, money will flow to you. Really. Oké, okay, hier komt hij. Ik realiseerde me op een gegeven moment toen ik bij de supermarkt stond dat als ik ne net voordat ik moest gaan afrekenen en mijn pinpas moest gaan pakken, dan zat ik al in mijn hoofd te rekenen of ik wel alle boodschappen kon betalen, want ik wist natuurlijk precies wat er nog op mijn bankrekening stond. En uh, ik was ook al met uh, de dingetjes in mijn mandje te doen, was ik ook alles al aan het uitberekenen van of het wel goed, goed uitkwam. En dan als ik bij de... Uh, en als die vrouw zei, uh, bedrag, dan dacht ik, nou, dat kan ik betalen. En dan toch, als ik mijn pinpas bij dat pinautomaat moest doen, zo klik, was ik toch altijd, kreeg ik even zo'n stroomstootje van stress. Zo, Oeh, zo meteen staat het er niet op. En ik weet nog dat ik, me dat, dat, dat ik me daar zo bewust van werd. En dat ik dacht, wat doe ik nou in heemsnaam met mezelf? Ik heb dus een hele relatie gebaseerd op stress met geld. Zoals als ik ga pinnen, terwijl ik feitelijk weet dat er gewoon genoeg geld op staat, heb ik toch stress met, oh, misschien staat het er niet op. En waar komt dat nou vandaan, dat tekort? Nou, wat ik toen gedaan heb, heel praktisch, en dan gaan we daarna weer een laagje dieper, wat ik toen praktisch gedaan heb, lieve mensen, is bij elke pinbetaling, bij elke pinbetaling, ik denk dat ik dat maanden gedaan heb, maanden, dan pakte ik mijn pas. En dan uh, deed ik dat zo erin of er tegen. En dan zei ik tegen mezelf in mezelf. There's always more where that came from. There's always more where that came from. Pliep. In die zin, lieve mensen. Als we die mentaal. Shapen in onze hersenen. Hè? We zijn neuronen, patronen, hè? atomen, we zijn energie. Dan leggen we een nieuwe baan in onze hersenen aan. En dan worden we uiteindelijk ook een beetje vrolijk als we geld uit gaan geven. Geven. Geld aantrekken begint met geven. Want als we geven, zeggen we tegen het universum, zeggen we tegen de energie, zeggen we tegen de mensen, zeggen we tegen ons werk, tegen onze. Collega's, weet ik het wie allemaal, waar je mee te maken hebt tegen alles wat er is in de wereld, zeggen we, oh, er is genoeg voor iedereen. Ik heb genoeg. Er is genoeg voor iedereen. In plaats van, Oeh, kan ik dat wel betalen? Ja, dat is al stress. Dus een, ik was daar bijvoorbeeld verslaafd aan. En die biochemische reactie die ik dan voelde in mijn lichaam. Oeh. Stress. Dus wees helder. Wees helder hoe, je, hoe jij je voelt als je die dingen doet met geld.